Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video op dit YouTube-kanaal Groen Power Gaming. Vandaag is het tweede team van de Rulebreakers promo gereleased met een paar hele zieke kaarten, dus we gaan snel beginnen. Ja, en we beginnen met de doelstellingen. Een evenement is niet zo heel belangrijk. Hier gaat het om de doelstellingen. En we gaan beginnen met de Rulebreakers objective. Dat is namelijk Akin Venwa. En deze man is natuurlijk bekend om zijn enorme kracht. We gaan zo even zijn in-game stats bekijken. Sowieso van alle spelers gaan we even dieper in op de stats. Maar voor deze doelstelling heb je 4 dingetjes die je moet voldoen. Of moet gaan doen. 3 wedstrijden winnen met Liverpool spelers in je startselectie. Je hoeft niet te winnen trouwens, maar moet je spelen. 2 doelpunten maken met kopballen in 2 verschillende wedstrijden. 3 goals maken met tweede Engelse league spelers. En in 2 verschillende overwinningen een doelpunt maken met een speler met 81 physical. Dit is allemaal in de vriendschappelijke Geen Grenzen, in het Geen Grenzen toernooi. Deze is ook gereleased, maar dit is voor de Team of the Week speler Moisken, die woensdag gereleased is. En deze kaart is gloednieuw in de game. Dit is namelijk een league competitie speler. Vorig jaar heette dit Milestones, zat het in dit tabblad. En nu dus gewoon in de doelstellingen. Een Mollet gaan we zo ook even bekijken. Lijkt wel een heel goed kaartje voor een 86 rating. Voor een CRM. Je moet 15 wedstrijden winnen met alleen League 1 spelers in je basisopstelling in FUT Friendlies. 30 goals maken met League 1 spelers. 20 assists geven met League 1 spelers. Met League 1 spelers een doelpunt maken van buiten de 16 in 4 verschillende wedstrijden. En je moet met League 1 spelers een doelpunt maken met een geplaatst schot in 6 verschillende wedstrijden in FUT Friendlies. Het valt mij nog mee hoe moeilijk deze objective is. Vorig jaar waren de milestone spelers, moest je met van elke club 2 keer scoren met de speler van elke club. Dat duurde echt vrij lang. Ik denk als je dit goed uitspeelt dat je dit binnen 2 dagen kunt gaan voltooien. En heb je denk ik wel een hele goede kaart voor jouw team. Dan gaan we natuurlijk ook naar de SBC's. Talisca is van het eerste team gereleased. En dit is de player pick waar EA vanavond mee gekomen is. Ik neem het natuurlijk op de vrijdag. En Bellarabi is de player pick SBC voor deze week. Hetzelfde upgrades als Inaki Williams van vorige week. Kijk trouwens even in het i'tje, als je die video nog niet hebt gezien, staat nu in het scherm. Maar bij deze kaart heeft de linkerkaart 88 shooting en de rechterkaart heeft 93 dribbling. Ik heb al een, als ik eentje ga kiezen, heb ik eigenlijk al een keuze gemaakt. Maar straks met de in-game stats zal ik dat even gaan beargumenteren. Voor deze moet je volgens mij een 84 rated team met een team of the week. En een 85 rating team. Ik denk dat het ongeveer iets duurder dan 200k gaat zijn. Dat is denk ik, of iets duurder dan 100k, sorry, iets duurder dan 100k, dat denk ik. Is denk ik wel een hele goede prijs voor Bellarabi. Nog wat stadion en tenues, een SBC groep. En verder is er vandaag niks gereleased. Natuurlijk wel de FIFA Global Series swaps. Maar daar ga ik niet te veel over uitwijzen. Dan moet je maar even gaan kijken op de site van EA. Maar we gaan even door naar het tweede team. Alle spelers uit het tweede team. Dit team is trouwens maar tot woensdag 3 november in PAX. Dus niet tot volgende week vrijdag, maar tot volgende week woensdag. We gaan eerst even kijken naar de doelstelling spelen. Akin Venwa laag.
Dit is natuurlijk geen bruikbare speler, maar voor de echte FIFA spelers, die weten dat Akinfenwa vroeger enorm sterk was. Nu nog steeds trouwens. Maar daarom is hij ook beroemd geworden natuurlijk, de sterkste speler uit het spel. Ja, deze stats zijn niet echt heel bijzonder. Voor een 74 rating wel heel bijzonder, maar niet voor de Weekend League, etc. Dit is gewoon een leuk kaartje. En je krijgt ook punten natuurlijk voor het seizoen als je deze voltooit. Dus ga deze zeker even voltooien, kost niet heel veel tijd. Maar hier zijn jullie voor gekomen, de spelers in het tweede team. De beste qua rating is Angel Di Maria van Paris Saint-Germain. Ik vind het een hele mooie dynamic image. Met dat witte tenue. Vijfde skill moves, 2-ster weakfoot. Ja, als jij met 2-ster weakfoot overweg kunt, je bent enorm voorspelbaar met deze speler. Dat is denk ik wel een hele goede speler. Royce is denk ik een van de beteren in dit team. Hij heeft 82 pace, 87 shooting, 80 passing, 86 dribbelen en 80 physicals. 4-ster hoog normaal is ook fijn. Zijn pace is met een hunter met een upgrade. Sorry, met een upgrade is dat voldoende. En de overige stats zijn goed voor een 87 rating, maar die physical stats. Het probleem met de 85 Royce, zijn base kaart, is dat zijn stamina en kracht enorm laag zijn. Hij heeft onder de 70 stamina, 63 dacht ik volgens mij, en ook heel weinig kracht. Daarom vond ik hem een beetje tegenvallen, want ik heb hem natuurlijk gebruikt in de eerste Weekend League. Maar dit zal een kaart zijn die ook wel heel duur gaat zijn. Ik denk dat hij boven de 500.000 gaat zitten. We gaan eens even kijken, boven de 400.000, jazeker, 700.000. Zal natuurlijk nog wel even wat gaan dalen. Maar zeker een hele goede kaart. Lukaku heeft een dribbel upgrade gekregen. Nog niet super goed, maar redelijke dribbelen heeft hij nu. Is denk ik wel een allround goede spits. Weinig stamina. Niet echt hele goede trades. Dus die gaan we niet heel veel aan besteden. Pogba. Heeft min 9 passing gekregen. Maar hij heeft wel plus 16 defending erbij gekregen. Natuurlijk uit de Premier League en een Fransman en van United. Die gaat gewoon heel erg duur worden. Boven de miljoen, ga maar vanuit. Hij is een half miljoen. Anderhalf miljoen, sorry. Ja, dat is dus... Ik denk dat het er niet waard is om hem nu al te gaan kopen. Jiménez is een verdediger met hele goede stats. Cuadrado is een hele goede rechtsback. Teixeira zal een hele goedkope speler worden, omdat hij natuurlijk in de Chinese league speelt. Maar hij heeft hele goede stats voor een 83 rated spits. Hij heeft wel een pace downgrade gekregen, maar de shooting maakt dat helemaal goed. 82 stamina is ook heel erg goed. We gaan even zijn prijs bekijken. Oh, hij is nog niet gepakt. Dat is gek. Oh wel. Eentje voor 300.000. Zal wel goedkoper gaan worden. Daniel Podence van Wolverhampton. Of van de Wolves. Zal ook wat aan de dure kant zijn. Omdat het natuurlijk een Premier League speler is. Is ja. Zal aan het einde van FIFA niet. Of aan het einde zal met Timo Wier niet meer veel gebruikt worden. Maar deze man heeft wel hele goede dribbling stats en redelijke shooting stats en goede pace stats. Zou wel een goede speler zijn, kunnen zijn voor je team. Calhanoglu zou een hele goede CRM kunnen zijn, maar hij heeft toch, de dribbling is niet super goed voor zo'n speler. Maar dit lijkt me ook gewoon een hele leuke kaart om te gebruiken. En Opara uit de MLS met 88 pace. Ja, dat zegt al genoeg natuurlijk. Met dit team gaat het ook gewoon echt om deze twee spelers. Royce, Di Maria misschien nog en Pogba. En dan nog even de stats van Bellarabi bekijken. Want ik ben persoonlijk meer gecharmeerd van de speler van de kaart met de shooting stats.
Maar we gaan eerst even kijken naar de passing stats. Of naar de dribbling stats, sorry. Dit is een hele goede rechtsbuiten. Met een hunterkaartje zou dat een hele goede speler kunnen zijn. Heeft ook 4-ster volgens mij. Of 4-ster 3-ster. Dat is dan wel weer jammer. Hoog normaal is wel heel goed. Ja, zijn dribbelen is gewoon heel erg goed. Zijn shooting is voor een rechtsmidden niet heel slecht. Want ik denk dat deze kaart echt een hele goede rechtsmidden, rechtsbuiten zou kunnen zijn. En deze kaart, die met de shooting upgrade, zal een hele goede spits kunnen zijn. Omdat hij die shooting stats heeft. En de dribbel stats zijn redelijk op deze kaart. Misschien is er een kans dat ik Bellarabi ga voltooien dan deze kaart met de shooting stats. Maar dan moet ik nog even kijken in de loop van de week hoe duur deze SBC gaat zijn natuurlijk. Futben geeft dan niet de prijs echt weer van die SBC. Maar daar komt er alweer een einde aan deze video. Ik zal even mijn team voor de aankomende weekend league laten zien. Waar ik me trouwens nog van moet kwalificeren. Dus dat gaan we ook even meteen doen. Vorig weekend zilver 1 gehaald. Een beetje met 4 wedstrijden over. Goud 3 niet kunnen halen. Ings hebben we geplayerpikt. Nou, dat is wel redelijk voor toekomstige SBC's of iconswaps natuurlijk. Wat in december eraan gaat komen. Maar dit is het team wat ik gebruik voor de Weekend League. Mukile op de bank hebben we in de stream die nu in het i'tje staat vorige week voltooid. En deze vanavond, als je de video kijkt op 31 oktober, zijn we om 9:30 gewoon weer live op GroenPower Gaming. Dus ga zeker even het belletje aanzetten als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Even kijken naar de Division Rivals, niet naar FUT Champions gaan we even ons kwalificeren. En dat moet natuurlijk via Division Rivals. Zo, dan gaan we ons hiervoor kwalificeren. Dat hebben we gedaan. Ik ga nog even naar het team en dan gaan we de video even afsluiten. Maar dit team gaan we dus vanavond, 31 oktober, 9:30, de Weekend League. De derde Weekend League alweer gaan we dan spelen. Kom gezellig kijken. Vergeet natuurlijk niet om deze video even een duimpje omhoog te geven als je het een leuke video vond. Vergeet ook niet te abonneren als je nieuw bent. Elke zaterdag om 3 uur. Een gloednieuwe video en elke zaterdag om 9:30 een hele leuke livestream. Hopelijk zie ik jullie dan of vanavond of een andere keer bij een gloednieuwe video.